nu zie jij weer een aantal bekende gezichten. Allereerst mag ik u van harte welkom heten namens Teve en ook namens de drie Rotary Clubs uit Oosterhout. Mijn naam is Mark Jansen. Een aantal van u kennen misschien van het tochtje rond de Biesbos, dat we ook een aantal jaren achter elkaar georganiseerd hebben. Maar we dachten dat het dit jaar eigenlijk wat tijd is voor ons. En om u wat meer mee terug te nemen in de tijd, zoals u net zo jong was als ik, met 20 jaar. Dus dat gaat er nu gebeuren. En ik wil graag uw aandacht vragen voor courage. Hoeveel broers en zussen had u vroeger? Nou, ik had 8 zussen en 5 broers. Wij ook. Nou, ik kan het vertellen, dan moet je heel erg goed je best doen hoor, om een beetje aandacht te krijgen. En zeker als je een van de jongste bent. Ja, dan laat ze sporen na, hè. Ja. Wie van u komt ook uit zo'n groot gezin? Ik hoorde het net al. Ik was de derde van boven. Van hoeveel? Van de 13. Van de 13? Oh. Ja, zeker. Maar, hoe vond u dat nou? Ik vond het geweldig gezellig. U vond het geweldig gezellig? Ja. Ook omdat u een van de oudsten was? Hoe zat dat? Ja, ik denk het. Maar onder mij waren er nog 10. En die moest ik natuurlijk wel verzorgen. Dus u bent wel, u was een heel jonge moeder. Juist, ja. Ja, ja, wassen. Dat zeiden ze ook. Ze zeiden altijd, jij bent ons tweede moeder. En het werk dat ging gewoon door. Het aardappelschillen, het bonen dobberen, het schoonmaken, het zilverpoetsen. Ja, een vrouwenhand en een paardentand. Die willen geen stilstand. Als ik dit zie, hè. En vooral als ik het ruik, en moet maar even, ja, kerstjes was je pas nog wel, even die geur, ik ben er misschien iets minder bekend mee. Wel dan, ja, als u dit ruikt, wat denkt u, wat komt er? En wat heeft mijn moeder geboend en geschopt en gezeemd en gedweld en gesopt. En beschuurd. En geraakt. En gevreven. Geveegd. Geborsteld. Gewassen. Eerst de wasmachine kwam. Nog zo'n hele simpele met zo'n ding middenin en bovenop nog een vringer. Ja, ik zie mijn moeder nog stralen hoor. Dat was een feest. Ja, precies. Ja, en dan na al die schoonmaak moest je natuurlijk wel op je paasvest uitzien. Ja, mijn moeder ging dan s'avonds nog achter de naaimachine. En soms mocht ik daar dan nog bij zijn, mocht ik opblijven om iets te passen. En dat vond ik heel gezellig. En dan luisterden we naar de radio. Nou, dat was hetzelfde als televisie kijken nu, maar de beelden die hebben wij nooit gemist. En ik weet nog dat wij luisterden naar Sjaan van, wie weet het nog? Paul Vlaanderen, nee, maar ook die andere. Nou, kom op, help me. Keesje. Nee, niet over Keesje. De in zijn naam. Ja, die moet in zijn naam zijn. De familie Doorsnee. Ja, wie heeft er naar geluisterd? De familie Doorsnee. U. Er was niks anders. Nou, we hebben nog een paar van die melodietjes meegenomen. Ik ben benieuwd of u ze herkent. Paul Vlaanderen en het Alex-mysterie. Een nieuw detective-hoorspel in 8 delen van Francis Durbridge. Vertaling Alfred Pleiten. Regie Dick van Putten. Ja, Paul Vlaanderen, het werd net al gezegd. Wie luistert er net rond in deze avondrijd? U bent u? Ja. Ja, wat leuk. Winnie Walden. Piet Muizelaar, hè? Snip en Snap zijn daaruit voortgekomen. Zijn later met de revue in het theater gegaan. Maar zo'n schat van een dochter, dat is toch een geschenk. 'S Avonds voor het slapen gaan, komen mij 14 engeltjes na. 2 aan mijn hoofdeind,
twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij, twee aan mijn linkerzij, twee die mij dekken, twee die mij wekken, twee die mij wijzen naar het hemels paradijzen.